Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Nintendopia video, oftewel Miitopia met Nintendo characters. Inmiddels zijn we het kasteel binnengedrongen. Kijk, daar zijn we, maar we hebben in de vorige aflevering ook het gezicht van Impa weten te redden. Oh, we kunnen helemaal niet verder, joh! We zijn het kasteel helemaal niet binnengedrongen. Dat dacht ik! Jongens, we moeten naar Impa. Impa Dimpa, ik kom eraan. We zijn weer terug in Recruiton. Met Linky Pinky en Impa Dimpa, die als het goed is een gezichtje terugkrijgt. Ja, ja, ja. In de vorige aflevering hebben we dat gedaan. Dus wil je dat gaan zien, ga de vorige aflevering ook checken. En doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan heeft Impa gewoon een gezichtje terug. Kijk hoe blij ze is. Impa, een character uit Zelda natuurlijk. Als je de laatste Zelda gamepjes hebt gespeeld, dan weet je wel wie dit is. En bij ons is het vrolijke omaatje. En die lacht weer. Ik kan wel juichen van blijdschap. Juichen! Anyway, ze zegt, avonturier, je hebt zoveel voor ons gedaan. Daarvoor wil ik je graag mijn dank tonen. Oh, nou dat is aardig. We hebben 2 keer scherpe ragu binnengekregen. Kunnen we lekker happy eten. Nou, die irritante Goomba, die heeft ook zijn gezicht al een tijdje terug. En die doet elke keer alsof hij de duistere vorst is, jongen. Doe normaal, man. Dat ben je helemaal niet, vriend. Verder moeten we Waluigi en Balbazar nog hun gezichten terug gaan geven. Laten we er weer vandoor gaan. Dus even kijken of een nieuw pad nu opent. Dan ga ik maar weer gewoon aardig vragen aan Enka of ik naar binnen mag. Enka, mag ik ondertussen al van jou het kasteel in? Mijn serieuze soldaat. Hallo. Ik bedoel, ik ben nu toch ook een fantastische soldaat? Nee! Hoe word ik personeel dan? Oké, misschien moeten we eerst nog dit level doen dan. Deze hebben we nog niet opgelost. We zijn nog niet hier in het donkere bos geweest. Dit lijkt net wel Viridian Forest. Dus ik ben benieuwd wanneer we de Caterpies en de Weedles en de Pikachu's en de Bulbasaur's gaan vinden. Die boompjes die lijken dan wel weer uit Mario. Dit is wel lachen, jongens. Dit is wel een mooi levelty. Wat gaat er gebeuren? Ah! Oh nee! Het gezicht van Bulbasauroni. Bulbasaur. Zijn hoofd zit op een muis. Het is de Bulbasaur muis. Oftewel, de Pikachu die eigenlijk een Bulbasaur wil zijn, maar meer op de dennen lijkt met een Bulbasaur hoofd. Hij heeft zijn 2 champignonvrienden meegenomen. Maar wij hebben een Pokémon trainer natuurlijk. Wij hebben Red en wij hebben Toad. En Toad die gaat dus even lekker aanvallen. Ja, die gooit even lekker vuur op die champignon. Die wil even champignonnen bakken. Heerlijk, champignon 1 is kapot. Ja, we zijn al aardig getraind, jongens. Eerlijk is eerlijk, we gaan wel echt lekker. Ik ga de andere vrolijke zwam proberen uit te schakelen en dat lukt. Ja, ja. En dan hebben we alleen nog deze Bulbasaur-muis die we even moeten pakken. Maar ik denk dat het wel gaat lukken, jongen, oude sloopkogel. Kom op, Red. Pak hem. 10 HP eraf. Toad is aan de beurt. Die gaat ook lekker smacken. 13 HP eraf, terwijl Toad op zijn snuffert gaat. Ik ga hem gewoon even slaan. Dus even kijken. Ik ga hem even uitsloven. En dan is het klaar, jongen. Dan is het klaar. Bulbasaur, ik heb je gezicht weer te pakken. Team Rikachu heeft gewonnen. We have gewonnen, vrienden. Ja, dit ging lekker. Dit ging lekker. Dit was ook op zich wel een makkelijk gevechtje nu. Ik ga de bonuservaringspunten lekker aan mezelf geven. We hebben een muizensnack en een champignonschoteltje. Ik hou van champignonschotel, jongen. Nu heb ik gelijk trek in een champignonschotel. Ga eens even kijken of er nog iemand honger hebt. Zelda, vind je een scherpe ragu lekker? Ja, daar hou je wel van. Mooi. Toad, vind jij dat toevallig ook lekker? Een scherpe ragoetje? Oh, die vond het zelfs overheerlijk, jongen. Die springt een gat in de lucht. Jeetje. Dan de muizensnack. Die is voor Red. Oh, die vond het ook overheerlijk. Ja, we hebben mooie snackies, jongen. En de champignonschotel. Nou, die vond Rikachu dan wel weer prima. Dus die ga ik dan zelf maar lekker even opeten. Even een nieuw wapentje kopen voor Red. En we gaan weer op pad. Oké, nou, dan hebben we Bulbasaur's gezicht nu ook. Dit gaat lekker, jongens. We zijn Recruiton aan het redden. En dan gaan we maar eens even met Bulbasaurtje praten. Daar is je hoofd. Met make-up kan je een veel mooiere Bulbasaur maken. Net als die Enka die je net zag. Maar dit waren mijn begincharacters. En dan heb je nog geen make-up. Dus misschien moeten we Bulbasaur een keertje make-up gaan geven. Dan wordt het een iets mooiere Bulbasaur dan dat hij nu is. Wat een fel licht. Dat is, ja. Dat is meestal, ja, als je je ogen open doet. Ik heb mijn gezicht terug, jee! En dat allemaal dankzij deze avonturier. Bedankt. Graag gedaan, Charmander. Graag gedaan, Bulbasaur. Geen probleem.
Deze twee zijn een hele dag verliefd. Dit is wel een beetje dubieus hoor, deze twee. Nou, dus alleen nog Waluigi. Tom, heb jij voor mij een tip waar ik Waluigi's hoofd kan vinden? Tom moet de koning gaan waarschuwen, zegt hij net. Maar hij weet niet hoe. Ja, dude, laat mij het dan doen, maar ik mag niet naar binnen. Mag ik nu nog steeds niet? Nee, ik mag nog steeds niet. Waarom is Enka zo streng? Ik denk eigenlijk dat er overal vlagjes moeten komen te staan. Dus hier moet ik het pad naar beneden, denk ik, nog nemen. Ah, dan kunnen we lekker snel sterker worden. Volgens mij zijn we al veel te sterk voor deze enemies. Hier, dit hebben we toch al lang gehad, de rotsnotjes. Maak ze kapot, de rotsnotjes. Kijk, hoppakee. Dikke toe, jongen. Dit is super easy. Kijk, dan moeten we straks het pad gaan kiezen. Vorige keer waren we naar boven gegaan. Nu moeten we naar beneden. We hadden de moeilijke weg al gedaan. En dit is nu de makkelijke weg, blijkbaar. Ja, maar dit is super easy. Hier, dit is een gnoompies, jongen. Hier, Red, die gaat die gnoompies gewoon slopen, hoor. Oh, moet ik helpen? Nou, dan help ik graag nog even. Boom, doei, dag, gnoompie, mazzel. Odevaar, toedeledokie, tot de volgende. Oh, wow. Zelda heeft wat gevonden. Een of ander drankie. Ah, joh, drink lekker drankie op. Ik weet niet wat voor drankie het is. Drink, joh. Drinken. Oh, het was gif. Oeps. Ik heb gewoon Zelda bijna vergiftigd. Zelda, ik heb hier strooisel voor je. Ja, dan ben je gewoon weer full HP. Oh, man. Er is nog geen één keer een poppetje dood gegaan hier. Dan maak ik bijna Zelda zelf dood. En nog een kissie met gnoomhampies. Lekker. En volgens mij zijn we dan nu bij de herberg. En dan ben ik dus benieuwd of er nu een vlaggetje bij komt te staan bij dit level. Ja, kijk, nu staat er een vlaggetje bij. Dus dat moeten we even snel overal doen. We moeten dus hier naar links in plaats van naar rechts. Let's go, nu naar links. Deze enemies zijn ietsje sterker. Ik ben benieuwd hoe sterk. Even kijken, ja, kijk, Toad maakt ze niet in één keer kapot. Zelda, als Zelda helpt gaan ze wel kapot. En dan ga ik ook maar even aanvallen. Ja. Oké, nou, dit gaat allemaal best wel soepel. Dus de bedoeling is gewoon om overal een vlaggetje te krijgen op je hele map. Heeft er iemand hier een scheet gelaten, vraagt Rickachu. En vervolgens zegt Red, wat een heerlijk weertje. Ik denk dat het Red was. Zelda zegt, ja, het is een heel mooi weertje voor een avontuur. Maar waar gaan we eens naartoe? Naar huis! Ja, maar we zijn toch avonturiers, zegt Red. Ja, we gaan helemaal niet naar huis, Zelda. We zijn keihard aan het battle hier. Kijk, we moeten de wereld bevrijden van al het onheil. Waaronder deze gnoompies en stapelwolkies. Wat ze flats. Ik vind die Red wel echt, echt sick goed. Hoppakee. Wolkie weg. Au, ik krijg een klappie. Zelda sloopt even de helft van alle poppetjes. En Toad doet het even afmaken. Easy, jongens. Easy. Toadje gaat een leveltje omhoog. Kissie openmaken. Ja, wel lekker. Ik krijg allemaal lekker gratis items, gratis eten, weet ik voor wat. Dit gaat best wel makkelijk zo. Weer lekker aan het slapen, Toadje. Oké, nu hebben we hier ook een vlaggetje. Moeten we even dit leveltje gaan doen. En dit is een nieuw leveltje. Let's go met z'n allen aanvallen. Waar gaan we naartoe, jongens? We hoeven nu nog maar één gezicht te vinden, zegt Rickachu. Ja, precies. Oh, Toad vindt het een nachtmerrie. Nee, joh, het gaat hartstikke goed, man. Toad zegt, wat als het eindbaasmonster op ons afkomt? Ja, dan slaan we die kapot. Hallo, we zijn toch een goed team, jongen. Oh, wacht, wat? Oh, ik dacht even dat het eindbaasmonster eraan kwam. Maar nee, die komt er helemaal niet aan. Ah, daar is het hoofd van Waluigi. Dit kan toch niet waar zijn? Huh? Moeten we tegen een steen? Wat? Waluigi rots. Oké, Red. Pak ze aan. Lekker. Ik ga eens even proberen om de linkerwolk kapot te maken. Dat lukt. Lekker. Je bent zo cool. Dankjewel, Zelda. Oh, wat ben je weer lief voor me. Oeh, de rots die gaat even keihard rollen. Zelda gaat even keihard slopen. Toad gaat even keihard slopen. Ah, dit gaat wel goed komen. We zijn veel te sterk voor deze rots, joh. Oh, ik heb een verkeerde vaardigheid gedaan. Ik heb trotse beschermer gedaan. Dat was niet de bedoeling. Ik wou eigenlijk gewoon kaart klappen geven aan die rots. Oeps. Toad krijgt even nog een beurt. Ik kan met zijn vlampan tegen die rots aan mappen. Oh. Lekker, Toad. Ja, nee, dit was easy. Dit was easy. Waluigi zegt, bedankt dan maar. Graag gedaan, vriendje. En dan gaat Zelda naar level 6. En dan is alleen Red nog op niveau 5. Dus die krijgt even de bonuspuntjes. Ja, en dan hebben we gewoon het hoofd van Waluigi ook terug, jongen. Lekker. We gaan hard in deze video. Hé, we hebben post. Goomba heeft echt niks te doen volgens mij. Nou, ik krijg wel 3 uitjesbonnen. Dat is aardig. Hé, jongens, ik heb weer een cadeautje gekocht voor Zelda. Maak het open. Neem het. Alsjeblieft. Wat is het? Een zilveren lepel. Zelda is een prinses. Denk je nou echt dat Zelda geen zilveren lepel heeft? Nou, Zelda vindt het in ieder geval leuk. Toad vindt Zelda aardig.
en zag alles. Toad is jaloers op Rikachu. Ik ben niet zo boos te doen, Toad. Ben je stiekem verliefd op Zelda? Daar gaat het gezicht van Waluigi. Maar eerst gaan we voor de zekerheid nog eventjes dit deel van het bos doen. Nu moeten we even boven langs gaan. Nou, ik ben toch nog steeds op zoek naar die Caterpie, hoor. Caterpie, kom eens hier, Caterpie. Nee, het is een Among Us en een Butterfree. Pak ze aan. Ja, dit gaat wel echt heel makkelijk allemaal, hoor, nu. Volgens mij ben ik al veel te sterk. Hey, Kissie. En P. Snoopy. En dan moet ik denk ik nog een aantal enemies verslaan. Nee, we zijn gewoon al klaar, joh. En dan gaan we nu snel kijken hoe het met Waluigi is. Waluigi, je bent de laatste die ik moet redden. Hier komt je... Nou ja... Ik wou zeggen mooie hoofd, maar ik twijfel een beetje. Het is wel een beetje een zagrijnig kopje wat Waluigi heeft, hoor. Goed, en nu? Je mag wel iets dankbaarder zijn op zich. Mijn gezicht! Ik heb het terug! Ja, gast, graag gedaan, hè. Ach, ik heb verkeerde vrienden. Maar jij bent niet verkeerd. Je hebt wel een kleinigheidje verdiend. Dankjewel, man. Nou, dat is wel aardig. 10. Oh, echt serieus? Geef dan niks of zo. Wat heb ik nou een 10 goud? Kan ik nog geen eens voor naar de McDonald's, man? Kan ik nog geen eens een euroknaller kopen? Anyway, we hebben alle gezichten gered. Hé, hey, en dat betekent dat het hier weer licht is, joh. Lekker, man. Tonkinoki, die zegt, hier word ik nou blij van. Het lijkt erop dat alles weer normaal is in het dorp. En dat is goed nieuws, wat zeg ik? Uitstekend nieuws. Dus alles is nu weer in orde. En ik zeg, nou ja, de duistere vorst die is naar het slot gegaan. Dus misschien moeten we daar ook even naartoe of zo, weet je. Misschien moeten we even zorgen dat we binnenkomen. Tom Nook vraagt of ik achter de duistere vorst aan wil gaan. Natuurlijk wil ik dat, dat is geen enkel probleem. Alleen ik mag het kasteel niet in. Ah, maar ik heb nu een burgemeesterbrief ontvangen. En dat hebben we dus nodig om het slot binnen te komen. Maar wees voorzichtig. Dat kan ik niet beloven. Maar ik kan wel beloven dat we in de volgende aflevering dus het slot binnen gaan. Ik heb er heel veel zin in. Doe een duimpje omhoog voor Nintendopia. Abonneer als je iedere dag Nintendo video's wilt checken. En als je me live wil zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel.